Na het enorme landelijke succes was daar ook ineens de lokale variant, de Masked Singer. In Reewijk Dorp was de spanning te snijden. Wie zaten er nu in die pakken? Bob Vermeulen was een van de kandidaten. De afgelopen weken kon je er niet omheen in de lokale media. In het diepst geheim zijn ze voor u geselecteerd. Onze Masked Singers. Wie oh wie zal er achter de masker schuil gaan? Welkom Bob Vermeulen. Jij was een van de kandidaten die meedeed aan de Masked Singers. Voor mensen die niet weten wat voor programma dat is, kun je dat snel uitleggen? Ja, ik was inderdaad een van de kandidaten. Het is een programma wat je ook op televisie hebt. Dat weet iedereen waarschijnlijk. Je wordt in het geheim ergens naartoe geloodst. Ja, en je mag gemaskerd een liedje zingen. En dan moeten de mensen raden wie het was. Dit is het even in het kort. Waar het om gaat, ja. Nou is dit het programma ook neergezet lokaal door de Reedurpernarren. Dat is de carnavalsvereniging in Reewijk Dorp. Weet jij waarom zij hiervoor kozen? Waarom ze mij gekozen hebben specifiek, weet ik niet. Ik weet wel dat ze uit elke leeftijdsgroep iemand hebben gekozen. Dus om op die manier het ook voor iedereen een beetje aantrekkelijk te maken om te kijken. Ja, want jullie zijn een hele grote vereniging. Ja, we hebben ongeveer, zo uit mijn hoofd, iets van 450 leden. En dat is inderdaad ja, vanaf 18 tot 85, denk ik. Dat is fantastisch dat het zo grote leeftijdsvariëteit heeft. Kan je bijna zeggen dat voor ieder huishouden in Reewijk Dorp wel iemand lid is van jullie? Ja, dat kan je gemiddeld zeker wel zeggen. Ja, dat kan je zeker wel zeggen. Ja. Ja. Nu was jij, nou ja, welk personage, zeg het zelf maar, welk personage was jij? Ik was de Dienert Souders en ja, dat wist ik ook niet van tevoren. Ik werd in het geheim, moest ik daar komen en ik heb opgetreden met mijn motor. Dus ja, echt in het geheim is dat toch een beetje moeilijk, want mijn buurman zag mij midden in de winter met die motor rijden. In een Dienert Souders pak trouwens? Nee, dat pak heb ik daar aangekregen. Oké. Dat is wat mooi van de Reedurpernarren. Het wordt best vaag geregeld, maar je weet wel dat het goed komt. Dus ja. Ik wist dat ik erheen moest. Ik wist niet welk pak ik had. Ik wist wel welk liedje ik moest zingen. En voor de rest was dat het eigenlijk. Ja, ja welk liedje was dat? Ik deed dan Oerend Hart van Normaal. Nou ja, dan kan die motor klopt daar natuurlijk bij. Die dinosaurus. Was je toevallig de oudste deelnemer of... Waren we nog ouder? Was daarom misschien de dinosaurus? Ja, nou, ook dat. En ik ben 50 lentes jong. Dus ik had ook wel zoiets van alle leeftijden. En later keek ik het programma, want ik had natuurlijk ook alleen maar mijn stukje, weet ik, ervan. En toen dacht ik zoiets, alle leeftijden. Ik ben dus de oudste. Maar ja, buiten dat, ik had inderdaad het dinosauruspak aan. Ja. Ja, was het, je hoort ook van hè, de landelijke uitvoering van de Masked Singers. Hoor je ook dat iedereen die in het pak zegt van nou, ik vond het geweldig, want ik kon zo gek doen als ik maar wilde. Het voelde fantastisch. Had jij dat gevoel ook? Ja, dat gevoel had ik ook wel. En het is ook mede ook door de organisatie. Je wordt ook een beetje opgezweept. Het was op een zaterdagochtend hebben wij het dan opgenomen. Het was ook gewoon een gezellige boel. Ja, het was gewoon helemaal leuk. Ja. Kan ik me voorstellen. Je zei het zelf al een paar keer. Het wordt landelijk ook allemaal in het geheim gehouden. Jij ging ook in het geheim ergens naartoe. Alleen je buurman zag je. Nu is het zo dat landelijk word je echt helemaal apart gehouden. Je krijgt een geheimhoudingsclausule. Je wordt in een kleedkamer waar niemand ziet dat jij er bent en wat je aantrekt. Was dat ook in Reewijk Dorp? Ja, dat is ook zo. Eigenlijk wist niemand het, behalve mijn vrouw, dat ik erheen ging. En ja... Ja, zo was het. Ja. Moest je ook een geheimhoudingsclausule tekenen? Nee, ik hoefde niks te ondertekenen. Nee, dat viel dan weer mee. Ja. Maar we hebben het ook al even over de royalties gehad. En volgens mij val ik er ook niet bij. Dus als ik echt bekend word, zal ik er weinig mee gaan verdienen. Ja, dan moet je een nieuwe manager nemen voor betere onderhandelingen misschien. Ja, dat is nu te laat voor. Ja. Ja. Hoeveel deelnemers deden eraan mee? Zes totaal. Ja. Het waren vijf optredens en er was één duet bij. Oké, en het was iets anders dan het landelijk. Hè? Want landelijk gaat eigenlijk wie het allerlaatste wordt geraden. Als zeg maar mask, als de Masked Singer. Dat was bij jullie ietsje anders, heb ik begrepen.
Ja, het was bij ons. Het was natuurlijk een online iets. Dus mensen konden direct online raden wie het was. Dus daardoor werden ze helemaal meegetrokken in het programma. En het was bij ons eigenlijk zo wie ze alle vijf raden op het meest kortst mogelijke tijdbestek, die was winnaar. Ja, wie was dat? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Het is wel bekend, maar... Dat is de emotie. Ik las een naam en ik kende het niet, dus vandaar. Ja. Okay. Maar weet je wel wat de hoofdprijs was of ook niet? Weet ik ook niet. Okay. Ik weet... Mooi hè, zo'n vereniging. Ja. Maar nogmaals, het komt ook altijd goed. Je weet niet altijd alles, maar je weet ook wel dat het allemaal... Uiteindelijk is de prijs wel terechtgekomen bij de winnaar. Waarschijnlijk is de prijs al bij de juiste terechtgekomen. En ik kreeg ook nog een prijs. Ze hebben alle deelnemers zondag, zijn ze even langs geweest. Helemaal netjes, buiten, met een maskertje op. Je weet wel hoe dat tegenwoordig gaat. En toen heb ik mijn dinosaurus masker gekregen als beloning voor inzet. Nou, dat was natuurlijk toch wel heel erg leuk. Ja. Nou, heb je het over mondmaskers hè, voor de corona, maar je kan natuurlijk ook dat dinosaurusmasker op gaan zetten. Ja, nee, dat had er ook gekund. Nee, maar ze kwamen netjes met een mondmasker en allemaal, ze bleven ook netjes buiten. Ja, dat moet wel deze tijd, hè? Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel een heel ding, die corona. Dat is sowieso natuurlijk een heel ding. Maar als je carnaval gaat vieren, is het natuurlijk, ja, veel kan niet doorgaan. Heb je enig idee wat er op het programma staat of is dat ook allemaal nog geheim? Het is allemaal geheim. Ik heb toevallig wel van iemand gehoord die dat een beetje organiseert. Tot er wel wat gaat gebeuren. Wat er precies gaat gebeuren, mag ik ook niet zeggen. Maar er gaat wel wat gebeuren. De zaterdag sowieso, die gaat niet zomaar voorbij. Nee, nu heb je enorm succes gehad als de dinosaurus. Smaakt dat naar meer? Ja, dat smaakt enorm naar meer. Nee, hoor. Maar ik denk mijn zangtalenten, dat ik het misschien hier wel bij moet houden. Dat het misschien toch wel beter is. Nou ja, als jullie het volgend jaar weer een keer doen, een jaarlijkse traditie, kan je misschien gaan oefenen een jaar. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar rekent er me niet op. Oké, okay, nou ik denk dat het allemaal wel goed gaat komen. Mag ik je danken voor je tijd en ondanks alle beperkende coronamaatregelen toch een ontzettend leuke carnaval toewensen. Ja, hartstikke dank. En jij ook. Oké. Okay. En u thuis natuurlijk ook heel hartelijk dank voor het kijken. Ik hoop u graag snel weer te zien bij editiegroenehart.nl. Blijf vooral gezond. Dag.